Welkom bij Pakhuis de Zwijger. Dit is Ruimte, Ruimte, Ruimte. Live via Salto, social media en in herhaling via AT5. Mijn naam is Servas en vanavond praten we over... hoe wordt Amsterdam de beste fietsversie van zichzelf? We gaan het hebben over Amsterdam Bike City... en over wat we allemaal kunnen doen zelf hier... Om inderdaad zo goed mogelijk en prettig mogelijk door de stad te kunnen fietsen. Daarover praat ik met verschillende mensen. Hier aan tafel zit nu al Amsterdams wethouder van verkeer en vervoer Egbert de Vries. En zo meteen schuiven we aan tafel aan Maud de Vries. Zij is initiatiefnemer van de fietsburgemeesterscampagne, maar ook van bikes. Ook aan tafel komt zo meteen Lucas Harms en hij is directeur van de Dutch Cycling Embassy. En Esther van Garderen en zij is directeur van de Fietsersbond. Nou ja, vier enorme fietsexperts. En die toppen we af met een vijfde fietsexpert. En dat is namelijk Pascal van den Noord. En Pascal heb ik vorige week vrijdag gesproken. En gaan we iets later in het programma gaan we een fragment zien van dat gesprek. Hopelijk praten we vandaag ook met jullie. Via de Zoom op onze prachtige nieuwe website kan je meepraten. En we gaan zelfs nog naar dit uur programma gaan we van de zender af. Maar dan gaan we online nog even een kwartiertje doorpraten... met de hopelijk vele vragen die jullie hebben voor ons panel. En waar jullie ambitie voor onze mooie stad kunnen delen. Laten we beginnen. Dankjewel en veel plezier. Egbert, wat fijn dat je er bent. Is dit eigenlijk de eerste keer dat je als wethouder in Pakhuis bent... Jazeker, ja. Ik ben vaak in Pakhuis en Zwijger geweest, maar niet als wethouder. Want ik ben nog maar kort wethouder. Zeker. Je voorganger is hier wel vaker geweest. Maar je bent inderdaad sinds begin dit jaar wethouder opvolger van Sharon Dijksma. Klopt. Ja. Waarom is de fiets voor jou zo'n belangrijk thema? Nou, voor mij persoonlijk is het een heel belangrijk thema, omdat ik mij voornamelijk verplaats met de fiets. Dus ik ben zelf heel erg afhankelijk van de fiets en de mogelijkheden die er zijn om te fietsen. Maar de fiets is voor de verkeerswethouder in Amsterdam altijd een belangrijk thema. Omdat het eigenlijk het belangrijkste vervoermiddel is in de stad. Ja. Zowel wat betreft kilometers, maar zeker ook wat betreft het aantal ritjes. Ja. De meeste mensen kiezen natuurlijk toch om met de fiets te gaan. En dat is maar goed ook, want als we al met de auto zouden gaan... zou de stad volledig onbereikbaar zijn. En je hebt nog een laatste naam of woord wat in je titel hoort, namelijk luchtkwaliteit. Klopt. En... nou, dat is natuurlijk een aandachtspunt. Tot nog lange tijd zullen we nog auto's hebben die vervuilend zijn... en de lucht verpesten met uitlaatgassen. En dat doet de fiets niet. Dus de overgang van auto naar fiets betekent ook... dat we de luchtkwaliteit van de stad aanzienlijk kunnen verbeteren. En in Ruimte, Ruimte, Ruimte hebben we vaak gesproken... over hoe we Nederland, onze ruimte in Nederland eerlijker kunnen verdelen. Beter kunnen verdelen om die enorme opgave aan ambities aan te kunnen... Is dat ook een focus van het Amsterdamse College? Is dat ook de reden waarom je inzet op de fiets? Ja, we hebben natuurlijk moeten nadenken met de groei van de stad. Er komen nog weer 100.000 woningen bij de komende 20 jaar. Dus ik denk aan 200.000 mensen. En het is nu al heel druk. We hebben nu weinig toerisme vanwege het coronavirus. Maar die toeristen gaan heus wel weer terugkomen. En dat maakt allemaal drukte in de stad. En als je dat goed met elkaar wil doen, dan zul je dus prioriteit moeten geven aan voetgangers en fietsers. Ja. En minder op de auto inzetten. En hoe komt dat dan in uiting tot wat jullie doen? Nou, we treffen daar allerlei maatregelen. Dus we zorgen dat auto's wel de stad in kunnen, maar niet overal meer door kunnen rijden. Mm-hmm. We zorgen ervoor dat de auto's langzamer rijden. Dat is overigens ook heel fijn voor de verkeersveiligheid van die fietsers en voetgangers. Maar dat betekent dat we natuurlijk ruimte moeten bieden aan de fiets. En dan moet je denken aan goede fietspaden, maar ook aan voorzieningen waar je goed kan fietsparkeren. Want ja, als er heel veel fietsen zijn, moeten er ook voldoende plekken zijn om met je fiets te parkeren. Dus we moeten, behalve dat we voor de auto dingen wat ingewikkelder maken, moeten we het voor de fiets ook aantrekkelijker maken. Ja, en daar horen natuurlijk ook zaken bij als eventueel hopelijk een nieuwe brug of eventueel andere... beter punten om de fietsinfrastructuur te verbeteren. Het hoort erbij dat je de verbindingen legt. En nu kun je nog niet makkelijk het ei over met de fiets. Ja, bij de Schellingwoudebrug. Maar dat is voor sommige mensen toch best een stuk omfietsen. Of met het pontje. Dus vandaar dat we ook inzetten op het maken van een extra brug over het ei. En mogelijk nog een extra brug aan de westkant. Maar het gaat ook over verbindingen met de andere gemeentes in de regio. Ja. Want onze analyse is dat het ook in toenemende mate aantrekkelijk wordt... om regionaal je met de fiets te verplaatsen. Niet alleen omdat er goede verbindingen worden aangelegd en goede fietspaden zijn... maar ook omdat met de elektrische fiets natuurlijk afstanden makkelijker te overbruggen zijn. Je hoeft geen bikkel meer te zijn om naar Haarlem te fietsen. Je hoeft niet meer de Joop Zoetemelk van deze wereld te zijn... om afstanden af te leggen die vroeger met auto ook gedaan werden. En je ziet nu al mensen die overstap maken en dat juichen wij eigenlijk enorm toe.
En Amsterdam werkt samen, of de gemeente Amsterdam werkt samen met de omliggende gemeente in de vervoerregio Amsterdam. Ja. De vervoerregio heeft als doel om eigenlijk opdrachtgever heel veel infrastructuur, opdrachtgever voor het GVB, opdrachtgever voor allemaal van vervoer gerelateerde zaken. Klopt. En we hebben een filmpje waar jouw collega uit Zaanstad en portefeuillehouder Geert Slegers het een en ander aankondigt. In ieder geval, laten we daar naar gaan kijken, dan wordt het gewoon duidelijk. Het duurt heel even, maar dat komt helemaal goed. Dan, nu komt hij. Nederland is een echt fietsland. En ook in de vervoerregio wordt veel gefietst. We zien dat de fiets steeds belangrijker wordt. En gezien wordt als alternatief voor bijvoorbeeld de auto. Ook de fiets heel geschikt als vervoermiddel om makkelijk van en naar het openbaar vervoer te komen. Om het gebruik van de fiets te stimuleren, zoeken we altijd naar vernieuwende manieren om de fietser echt iets te kunnen bieden. Denk aan snelle fietsverbindingen en goede fietsenstallingen zoals hierachter. En daar kunnen ze in het buitenland alleen maar jaloers over zijn. Dat innovatie niet altijd technisch hoeft te zijn, laten we hier zien in de Houtveldwegstalling naast het station Zaandam. In deze stalling kunnen ongeveer 1400 fietsen staan. De stalling is het perfecte voorbeeld van slimme samenwerking. In 2016 hebben we met de vervoerregiogemeente, ProRail en de NS een overeenkomst gesloten waarin we twee dingen afspraken. We betalen samen de bouwkosten en we regelen samen dat ook de kosten voor exploitatie worden geregeld. En dat is gelukt. En het mooie is dat we bij deze overeenkomst niet alleen veel stallingen hebben gebouwd, maar dat het door de goede samenwerking ook veel sneller gaat dan voorheen. Nu is bijbouwen één oplossing. We kijken ook meer naar het beter benutten van de stallingsruimte die er al is. En voor een mooi praktijkvoorbeeld schakelen we nu dan ook over naar het Malerpleinstalling in Amsterdam-Zuid. Hallo, ik ben Stefan Valenta. Ik werk al 7 jaar voor de vervoerregio Amsterdam aan fietsprojecten, waaronder fietsenstallingen. Beter benutten, fietsinnovaties, samenwerking. We staan hier op het Malerplein, bij de Malerstalling, bij station Amsterdam-Zuid. Hier vond vorig jaar het wisselfiets-experiment plaats. De wisselfiets is bedacht tijdens een brainstormsessie 4 jaar geleden. Met onder andere ondernemers, wetenschap, gemeenteambtenaren, rijksambtenaren, ProRail en de NS. Ja, we zagen een enorme vraag naar fietsparkeren bij treinstations. Er stonden lange rijen wachtende, in de ochtend, in de avond en ook tussendoor. Telkens in een tegenovergestelde richting. We zagen ook een grote vraag naar de NS-fiets. Het moest toch slimmer kunnen? De wisselfiets was het antwoord. In de ochtend kom je aan met je fiets. Je parkeert je fiets hier en je gaat met de trein naar je werk in een andere stad. Iemand anders die vanuit een andere stad met de trein naar het station komt, pakt diezelfde fiets en gaat in de buurt werken of naar school. De fiets wisselt van gebruiker, dus de wisselfiets. The first and last mile in één. Op die manier maak je gebruik van de dominante stromen. Maak je beter gebruik van de beschikbare ruimte en hoef je minder stallingen bij te bouwen. Nou, voor ons was het experiment een succes. Er was ook interesse vanuit andere steden, het ministerie en de NS. Staatssecretaris Tientje van Veldhoven kwam zelf ook kijken. We hebben er veel van geleerd, niet alleen op technisch en wetenschappelijk vlak, maar vooral ook op het gebied van samenwerking, wat er allemaal bij komt kijken als je zo'n experiment uitvoert. We schakelen nu over naar Zaanstad. In de afgelopen 40 jaar hebben we in de vervoerregio veel ervaring en kennis opgebouwd over de fiets. Dat willen we graag delen om ook in andere delen van Nederland en in het buitenland de fiets meer op de kaart te zetten. We zoeken de samenwerking op en zijn benieuwd naar vernieuwende ideeën van anderen. Daar hebben we nu een plek voor. Het Amsterdam Bike City Platform. Dit is dé plek als je je netwerk wil uitbreiden. Met ons innovatielab jagen we de innovaties aan en kunnen we met elkaar kennis vermenigvuldigen. Dat mag van alles zijn. Fietsparkeren, verkeersveiligheid, fietsdelen. We horen graag wat jullie ideeën zijn. Ja, mooi. Dit is het filmpje van de vervoerregio Amsterdam. Dat is een samenwerking van de verschillende gemeentes rondom de gemeente Amsterdam op verkeer en vervoer. Dus heel veel van jouw portefeuille is. Dus je moet heel veel samenwerken met je collega in Zaanstad. Ja, Geert is mijn naaste collega. Ja. En hij heeft het over Amsterdam Bike City. Vandaag, ik ben heel trots op dat we dit hier in ruimte mogen lanceren. Omdat de vraag die eraan zit is, wat maakt zo'n stad nou een fijne fietsstad?
En is dat dan of je, nou, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben, maar is het dan of je dan zeg maar nummer 1 op de wereld moet zijn, zoals sommige steden dat hebben? Of is het dat je vooral kennis moet delen? Of nou ja, hoe richt je dat in? Het is een samenwerking, dat zeg ik even richting de camera. Het is een samenwerking tussen Royal Haskoning DfV met verder onder meer de Fietsersbond, de Cycling Embassy, het Urban Cycling Institute, de CCO en Velo Mondiaal. En het is een opdracht van de vervoerregio en de gemeente Amsterdam. Egbert, waarom is het zo belangrijk dat, dat zo'n platform wordt opgericht? Wat wil je bereiken met dat platform? Nou, je ziet ook in het filmpje al de voorbeelden dat we voor uitdagingen staan. En je probeert goed voor fietsen te zijn, maar je moet toch steeds jezelf ook vernieuwen. En daar heb je gewoon samenwerking bij nodig. Want de goede ideeën om nog beter met de fiets om te gaan, zoals dit wisselfiets voorbeeld uit de Malerstalling. Die komen alleen maar tot stand in samenwerking. Samenwerking tussen de overheid en de wetenschap, samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven en samenwerking tussen de verschillende overheden onderling. Maar ook maatschappelijke initiatieven. En je hebt dus een plek nodig waar je die mensen samen kunt krijgen. Nou ja, zeker in coronatijd hebben we dat geleerd. Maar dat wisten we natuurlijk al lang. Dat fysiek bij elkaar komen op één plek niet altijd tot mogelijkheden behoort. Dus juist een plek waar je met een website of met andere ondersteuning de ideeën kan uitwisselen, is dan noodzakelijk. En dat is wat Amsterdam Bike City onder andere is. En het is het heel erg kennis delen, wat ik van begrijp. Heel erg juist ook exposities, trips door de omgeving heen om te kijken naar hoe het op een fietspad eruit ziet bijvoorbeeld, of welke initiatieven wij hebben genomen, wat Geert Vlerkers al zei, die 40 jaar ervaring. Maar het is ook heel erg ophalen uit het buitenland, wat andere mensen misschien al veel beter doen in die kortere tijd dat zij er maar bezig zijn dan wij in die 40 jaar. Hoe doen jullie dat? Ja, nou, het is natuurlijk niet alleen bij ons bekend dat veel wordt gefietst in Amsterdam, maar ook internationaal. Dus er komen natuurlijk regelmatig delegaties naar Nederland toe. Dus die willen ook natuurlijk altijd een plek bieden. En tot voorheen deden we dat wel gewoon. Maar met Amsterdam Bike City heb je natuurlijk een prachtig vehikel. Maar wat ik altijd geleerd heb bij het ontvangen van delegaties, en in mijn korte periode heb ik bijvoorbeeld al mensen uit Brussel ontmoet. Je leert altijd ook heel veel van anderen. Dus mensen komen naar ons toe omdat ze denken, ja, Amsterdam fietsstad nummer 1. We gaan wat van Amsterdam leren. Maar dan leer ik ze altijd vrij snel in de eerste 10 minuten dat we elkaar zien, dat we ook iets van hen kunnen leren. En dat is juist het interessante wanneer delegaties naar ons komen, of wanneer we die op virtuele manier met elkaar kunnen ontmoeten. Dat je van elkaar kan leren. En daar biedt ook Amsterdam Bike City nadrukkelijk een platform voor. Om het voorbeeld van Brussel te noemen. Zij wilden veel van ons leren over fietsen. Maar wat ze in Brussel hebben gedaan, daar hebben ze de wegen in het centrum allemaal al naar 30 kilometer afgeschaald met een forse maatregel. En ze kijken nu de effecten op het autoverkeer. Iets wat wij in Amsterdam nog moeten gaan doen. Ja, dus je kunt altijd van elkaar leren hoe je de beste fietsstad, of hoe je een nog betere fietsstad kan worden. Dat zijn ook al die artikelen die in heel veel kranten kwamen in de coronacrisis. Of tijdens de coronatijd, dat hoeveel kilometers extra fietspaden inderdaad Brussel, Berlijn, Parijs hadden aangelegd in vergelijking met Amsterdam. En dan leek het inderdaad dat we enorm, wij hebben niet die spurt gemaakt die zij wel hebben gemaakt. Nee, kijk, ze komen natuurlijk van een achterstand. Dat moet je ook redelijk realistisch in zijn. Maar je ziet dat door platforms als Amsterdam Bike City we sneller van elkaar leren. En dan gaat de fiets op andere plekken ook vliegen. En als je innovatie met fietsen wil, dan kan het alleen door kennis uitwisselen, maar ook echt door samenwerking. En daarom is Amsterdam Bike City ook een innovatielaboratorium. Laten we even kijken naar de website. Misschien is hem even fullscreen kunnen tonen. Dan zie je hoe die website eruit ziet. Die is vandaag live. Dus dat is ook een feestelijk moment. Dat is natuurlijk bij de lancering krijg je dat. En misschien nog een paar andere slides kunnen laten zien. Want dan zie je dus ook inderdaad wie de samenwerkingspartners zijn. Maar ook dus inderdaad hoe inspiratie, hoe je dus kan fietsen door de regio heen, waar je dus langs kan fietsen. En wat ik ook nog heel leuk vond, was inderdaad die innovaties en experimenten. En fietsparkeren komt er inderdaad bij van de Gustav Mahler stalling. Ja, bijzonder. En ja, fijn ook dat we dat hier konden lanceren. Heb jij nog, zijn er andere dingen, nieuwe dingen waar dan de gemeente mee bezig is? Heb je andere dingen die je zou willen, die hieruit voortkomen? Of die nieuwe initiatieven die uit zo'n gesprek met Brussel bijvoorbeeld naar voren kwamen? Nou, wat ik vooral zou willen stimuleren is met Amsterdam Bike City, dat we ook echt actief kennis gaan uitwisselen. En dat we dus ook bijeenkomsten gaan organiseren rondom bepaalde thema's. Ja. En bijvoorbeeld een thema als verkeersveiligheid en hoe het voor de fiets nog veiliger kan worden.
is voor ons een heel belangrijk thema. Want je ziet in sommige delen van Amsterdam is het fietsgebruik enorm hoog. Ja. In andere delen is het fietsgebruik nog minder dan we misschien zouden willen. En dat willen we daar juist stimuleren. En dan een van de onderdelen die daar wel degelijk bij komt kijken is het imago van de fiets. Maar ook het je veilig voelen om te fietsen. Daar kunnen we nog veel van elkaar van leren. Dus ik zou ook mensen willen uitdagen om daar juist met ons mee te denken. Om van Amsterdam een nog mooiere fietsstad te maken. Super. Nou, ga allemaal naar de website. Dat zullen we op onze website plaatsen. Waar in ieder geval later na dit programma daar flink in kan grasduinen. Een van de partners in Amsterdam Bike City is Vele Mondiaal. En ik heb dus vrijdag, wat ik net al aankondigde, gesproken met Pascal van den Noord. En Pascal is specialist op die fiets. Hij is er heel erg mee bezig. Hij is een nogal actieveling rondom het Leidseplein in Amsterdam. Met de fietsenstalling daar, ik verslik me. Houdt hij zich intensief bezig. En ik heb hem dus vrijdag gesproken over wat hem bezighoudt. Waarom hij zo richt op de fiets. Dat kan je allemaal terugkijken op de website. Daar staat hij de volledige 40 minuten klaar. Maar ik heb er een fragment uitgeknipt voor vanavond om naar te kijken. Omdat het een beeld geeft van hoe die innovatie eruit kan zien. We gaan kijken, dus we vallen een beetje in dat gesprek in. En we gaan kijken naar een filmpje waar hij uitlegt hoe zijn 360 graden video's werken. Waarom die werken en hoe hij daar dan vervolgens gaze tracking aan toevoegt. Je ziet op de achtergrond in dat filmpje in de studio met mij in gesprek met hem, zie je een fiets staan. En grappig is dat op die fiets heeft hij een GoPro. Dus zo'n soort van 360 graden camera heeft hij gemonteerd in een paraplu-drager van een golfkarretje. Dus dit heeft hij op zijn fiets gemonteerd om dus inderdaad zo door de stad te gaan fietsen. Dus misschien leuk om te zien als je de video ziet hoe die geproduceerd heeft. Laten we ernaar kijken en dan komen we zo meteen met jullie terug. Ja, dus deze staan allemaal op jouw YouTube-kanaal. YouTube van Vele Mondiaal. Ja, ook die zullen we in beeld brengen. Je ziet hier dat je dus door de stad heen fietst. Ja. Op een rustige manier. De meeste Amsterdammers kennen dit. Dus inderdaad de Van Baarlestraat. Paulus-Potterstraat. Paulus-Potter, ja. Waarom is dit... En dan kan ik zo een beetje bewegen. Ja, ga eens naar links, ja. Kijk eens even zo. En wij hebben geen idee als Amsterdammers waarom... Waarom zou je dit willen zien? Dat fietspad er zo is als het er is. Waarom daar ineens een lagere drempel is. Waarom daar die paaltjes staan. Waarom? Wij zien dat niet eens. We hebben er helemaal niet door. En dat hoeft ook helemaal niet. Maar die buitenlandse collega's die zijn daar juist in geïnteresseerd. Want er zijn... Want welke paaltjes heb je dan over? Nou, er kwamen net paaltjes langs. Okay. En nu zie je dus zo'n band die vlak is. En nu zie je weer een band die hoger is. Het zijn allemaal dingen die mij ook helemaal niet interesseren. Hoor. Voor geen meter. Maar die collega's in het buitenland... Die moeten dat bedenken, die moeten dat aangeleggen. En die zien dat wij een rood fietspad hebben met witte lijnen. En kijk, dan gaan we hier naar rechts en dan zien we van die malle paaltjes. Dit is een leuk moment in de video overigens, dat is die 360 graden camera niet doorheeft dat je dus rechtsaf gaat hier. Dat is wel, ik weet niet of dat bewust is of onbewust, maar... Die blijft het gewoon lekker volgen. Ja. En dan zijn er dus heel veel soorten fietspaden in Amsterdam, hoog, vrijliggend... God knows what. De collega's met wie jij gaat praten, die weten dat allemaal veel beter. De gemeentelijke ambtenaren weten daar echt alles van. Alle consultants weten daar alles van. Nou, dit is mijn grens. I know nothing about cycling and I intend to keep it that way. Ik hoef dit niet te weten. Ik weet alleen dat de commentaren die mensen mij geven op deze video, die zijn zo gedifferentieerd. Iedereen ziet andere dingen. Iedereen heeft andere aandachtspunten. Iedereen heeft andere positieve dingen in zo'n video. En daarom is het goed dat ik het niet edit en ook geen commentaar geef. Nee. Laat mensen lekker zelf even verzinnen wat ze er mooi aan vinden. Maar hier kan je dus eigenlijk oneindig door de stad fietsen. We willen een beetje meesturen nou. Hoor. Oh nee, toch niet. Je gaat het rondje nog een keer doen. Laten we een andere naar voren halen, want dan kunnen mensen meteen ook zien hoeveel er zijn. Er staan er nu 40. Heel veel. En ik ga er even eentje zoeken, want ik heb een hele gezellig met de polder gezien. Ja, dat vinden mensen in het buitenland helemaal mooi. Dat je dus in de polder kunt fietsen. En de polder meditation. En die was inderdaad een meditation. Polder meditation is echt een meditatie. Dat is gewoon... Dit. Jongens, die luchten. Het is zo Hollandse kan dat gewoon niet. Maar nogmaals, we hebben hier allemaal gefietst. Tenminste, ik heb zet hier eens wat hoger, dat we wat meer een horizon naar beneden krijgen.
Zo. Dan even meer. Als gaat het zo snel. Kijk. Zo ziet het er mooi. Zo ben je aan het fietsen. Zo zie je hem inderdaad. Waarom is dit dus... Ja, ik snap als ik Zen... Dit is een beetje het EO-programma Railway. Ja. dat ga je ook kijken als je zeg maar gewoon een gare zondagmiddag hebt. Ja. Maar waarom wil zo'n ambtenaar in Krakau... Waarom vindt hij dit fijn? Dat hebben ze niet. Ze komen niet eens op de gedachte. En serieus, als ik een plan moet verzinnen... of als ik mijn hersens op orde moet brengen... dan ga ik zo fietsen. En dan ben je een uurtje bezig. En voor je het weet heb je niet alleen het plan gemaakt... en de planning, maar ook de begroting... en waar je het budget vandaan gaat halen. Omdat het inspirerend is. Het brengt zuurstof in je bloed. Je wordt niet afgeleid. Het is een beweging. Dat niet afgeleid worden... daar hebben andere steden last van. Ze worden wel afgeleid. Komen we later op terug. Ja. Maar de kwaliteit van de infrastructuur in Amsterdam is zodanig... dat je eigenlijk ervan op aan kunt wat voor pad je gaat krijgen. 100 meter verderop of 500 meter verderop. Het is niet telkens nieuw. Het ziet er allemaal hetzelfde uit en je kunt erop anticiperen. Je hoeft er niet over na te denken. Nee. Dat hebben ze in geen enkel land. Kijk, dan gaan we bijna de weilanden in. Precies, ja. Ik ga hem even stopzetten. Nee, maar dat is dus inderdaad er niet over nadenken. Je ziet het standaard. Zoals als je Parijs fietst, dat je opeens van de midden van de weg naar de zijkant moet. Of dan kom je opeens op Place de la Republiek en dan is er niks meer. Of einde fietspad. Ook heel fijn. Ja, nou, dat is dus bij de Place de la Republiek. Ja. Dit is dus het basisidee van, oké, dit is een continu proces. Ja. Waar je altijd dezelfde beeldtaal hebt, altijd dezelfde dingen hebt. En deze video laat dan dus zien. Hoe dat werkt. Hoe dat werkt en hoe het in elkaar zit en waar je dan op moet letten. Fantastisch. En daar heb je dus een toegevoegde gaze tracking. Nou ja, toen, laat ik het kort vertellen. Er komt een vriend van mij die zegt, ik heb een vriend die doet een PhD, een promotieonderzoek. Ja. En die doet promotieonderzoek in de biometrie. Wat is biometrie? Dat is iets in je hersens en daar meten wat er gebeurt. Oh ja. Ja. En hij wil de human cortex, die wil die namaken in een computerprogramma, in een app. Het is allemaal helemaal, hier snap ik echt helemaal niks van. Maar die wilde wat testen in de gang van de supermarkt. En die zei tegen mij, toen hij hoorde dat ik die 360 graden camera had... wil jij voor mij een gang in de Albert Heijn gaan filmen? Ja. En toen zei ik, al had je het graag. Ik doe helemaal niks met Albert Heijn. Dat vind ik echt gewoon een van de lelijkste bedrijven in de wereld. Ja. Maar goed, dat is een persoonlijke opvatting. Maar als je iets met fietsen wil gaan doen... dan ben ik wel je man. Nou, Juriaan, je ziet hem in beeld. Die is helemaal enthousiast en heeft een bril gemaakt... waarin hij met camera's op de pupillen kan zien... hoe de frequentie is van de oogverandering. Ja. En daar heeft hij dus de hele tijd op zitten programmeren. En je kunt er ook even zien wat... Ja, dan hebben we nu zijn de bril gezien en dan gaan we terug. Ja, dan gaan we even kijken wat hij dus... Naar deze video. Ja, nou zie je dus wat zijn pupil doet... Zijn pupil wordt linksbovenin zie je het fysiek. Dus die pupil is dat kruisje. Blauwe kruisje. Ja. Ik zou voor de mensen zou ik die linkjes er allemaal inzetten dat het allemaal terug te kijken is. Want het was een gedoe. Hoe krijg je dit goed in beeld? En nou is eigenlijk het hele idee. De technici in de wereld die hebben heel veel ervaring met het berekenen van de kwaliteit van het fietspad. Is het hobbelig? Is het smooth? Die hebben allerlei technische dingen kunnen ze opsommen, maar niet hoe een fietser het ervaart. Nee. We gaan nog één filmpje bekijken en dan zie je dus ook inderdaad, want het interessante, ik weet niet of je het met muis kan zien, maar dan zie je dus linksbovenaan, zie je dus het klein beeld van zijn oog, hoe die gaat. En dan inderdaad een vage video. En die bril volgt dat. En die bril, ja. Oké, nu gaan we terug, nu hebben we dit gezien, gaan we even terug naar wat dat dan naar jouw fijne fietstochten naar je, dat is niet deze, dat is deze. Ja. En het idee dat je bijvoorbeeld door Amsterdam heen fietst en wat krijg je dan? Ja, dus dan zie je die gaze tracking. Ja. En dan kan je dus een bril opdoen en dan kan je dus al die mensen zien die er voorbij komen. Nou, wat je vooral kunt zien is als je op een kruispunt komt. Ja. Als een kruispunt goed is ingericht, dan heb je weinig stress om over te gaan. Dan heb je weinig oogbeweging. Maar als je een hopeloos kruispunt hebt, wat je in heel veel steden in de wereld hebt. Dan ga je er zo malle op en neer kijken. Ook gaan we op dat moment de bloeddruk meten en de transpiratie
uitmeten. Ja. En dan krijg je dus een aantal biologische data die je kunt uitleggen als van dit is een gezonde fietsinfrastructuur. En hier zijn mensen echt totaal in de war. Omdat ze helemaal alle kanten op gaan Omdat kijken. Omdat ze allemaal alle kanten op gaan kijken. Ja, mooi. Dit hele gesprek van 40 minuten, het was niet voor mij heel leuk om dat gesprek met hem te hebben, is nu al terug te kijken op de website. Maar wacht alsjeblieft tot het einde van het programma om dat te kijken. Maar het is een feest om met Pascal te mogen praten daarover. Hij begint over waar hij vandaan komt. Hij heeft een heel verhaal over zijn ervaring bij hoe hij gestart is als fondswerver bij het AIDS-fonds. En als eerste eigenlijk een soort van oprichter van het AIDS-fonds. Het was er wel, maar heeft een belangrijke rol gespeeld. En hoe hij dan vanaf dat onderwerp op de fiets terechtgekomen is. En dan inderdaad op dit onderwerp komt. Inmiddels zijn hier aan tafel allemaal mensen aangeschoven. Namelijk het hele panel wat ik net beloofde waar we in gesprek zouden gaan. Maud de Vries, Lucas Harms en Esther van Garderen. Dank jullie wel dat jullie hier zijn en wat fijn dat we met jullie door kunnen praten. Egbert, dit is een mooi voorbeeld, of tenminste vond ik een mooi voorbeeld van die innovatie. Toen hij begon over die 360 graden video's, dacht ik van nou, lekker zen, maar ik weet niet waarom ik dit moet zien. En ik weet niet of de mensen nog herinneren, maar in het begin van de video is heel uitgebreid aan het uitleggen hoe je als Amsterdammer of als gewoon Nederlander die rondfietst eigenlijk al die objecten niet meer ziet. En ik dacht, ja, het zal wel. En het eerste wat ik doe is dus die paaltjes die redelijk pontificaal, dat kunnen we in de studio niet goed zien, maar op beeld was dat wel goed te zien, voorbij kwamen, heb ik gewoon dus niet gezien. Omdat ik zo geprogrammeerd ben om inderdaad die patronen in te gaan. Dus dat vond ik in ieder geval heel erg leuk. Maar dat leidt dan tot met die gaze tracking, dus letterlijk, waar gaat je blik naartoe? Tot gewoon een nieuw tool om te bepalen hoe goed is die infrastructuur. Ja, dat klopt. En dit interesseert mij ook buitengewoon. En het is ook iets waar overigens bij ons in de gemeente, bij de ambtenaren, heel veel over gesproken wordt. Ja. Hoe leg je nou de weg zo aan dat die voor iedereen voorspelbaar en veilig is? Ja. Met zoveel verkeersdeelnemers. En ik vind het dus heel mooi dat hij aanhaalt dat in het buitenland daar met enige jaloezie naar gekeken wordt. Maar dat komt ook omdat we daar heel veel effort in steken. Dus het gaat echt over hoe breed moet het fietspad zijn. Ja. Hoe is de verhouding tussen het fietspad en de rijweg? En is het heel voorspelbaar als je op een kruispunt afgaat? En is het voor alle andere verkeersdeelnemers ook helder? Ook daar is een fiets, daar is een voetganger. En dat klinkt heel vanzelfsprekend, maar inderdaad, de buitenlandse voorbeelden waar het niet duidelijk en vanzelfsprekend is, zijn er ook. En ook in de stad, zodra het niet helder is, zie je meteen de problemen. Zie je ook meteen dat er vaker ongelukken gebeuren. Ja, en dan is dus die innovatie van Amsterdam Bike City gaat dan dus, tenminste dat is hoe ik dan opvang, gaat dan ook natuurlijk over nieuwe infrastructuur en hoe je bijvoorbeeld een nieuwe rotonde veilig inricht. Maar het gaat dus ook over die meetinfrastructuur. We hebben eerder een programma gemaakt voor corona nog over tring-tring. Met die fietsbellen. Ja. Dat je er rond kon fietsen en dan kon tringen als je iets verkeerd zag. Wat een hele mooie kaart van de stad opleverde met knelpunten en goede punten. Maar dit dus ook. Dit is dus ook ga je dit ook echt gebruiken? Nou, we hebben dit nog niet gebruikt. Maar ik denk dat de component gedrag heel belangrijk is. Ja. En als je goed kan meten met zo'n apparaat wat hij dan heeft, hoe iemand reageert op een bepaalde verkeerssituatie die je ervoor doet, kunnen daar vast heel veel van leren hoe we die beter kunnen maken. Mooi, dankjewel. We gaan zo verder, maar ik heb nog een paar vragen die ik eerst wil stellen. En ik wil nog even kort tegen jullie nog wat zeggen. Namelijk, hij heeft het ook over Handshake. Dat is een project van Civitas, ook gelieerd aan Amsterdam Bike City. En dat is ook een fantastisch project waarin verschillende steden in Europa, namelijk Kopenhagen, Amsterdam en München, andere steden op sleeptouw nemen. Bijvoorbeeld Krakau. En vandaar dat Krakau ook naar voren kwam. En het interessante wat hij vertelde is dat hij merkte dat dat ambtenaren in Krakau bijvoorbeeld het best wel ingewikkeld vonden om meteen van Amsterdam te leren, want geïntimideerd werden door Amsterdam. Nou ja, staat op de website, ga het kijken. Interessant gesprek, maar dat is voor later. Ik heb een paar vragen die binnenkwamen via de chat voor jou, Egbert. En Gerrit vraagt, sinds gisteren beleidsadviseur van Fiets in Haarlem. Hm. Dus dat is zijn nieuwe rol. Gerrit, gefeliciteerd. waarom is de VRH zo klein? Haarlem is op fietsafstand. Haarlem is wel in de MRA en niet in de VRA. MRA staat voor Metropoolregio Amsterdam. Dat is een samenwerking over economische samenwerking. Maar ook waar ga je wonen en in de grote lijnen. En nou, dat is tot aan Almere. Maar dan is de voerregio maar heel klein.
Is dat een reden of is dat gewoon zomaar ontstaan? Ja, nou kijk, we kunnen de rest van het uur van het programma en de hele dag nog vullen met waarom de overhedenindeling en de regionale indeling van Nederland is zoals die is. We hebben een VRA, een vervoersregeling Amsterdam, die twee dingen doet. Eén, stuurt het openbaar vervoer aan als belangrijkste. En twee, heeft ook middelen, krijgt middelen rechtstreeks van het Rijk om te investeren in allerhande plekken. Nee, je zag de fietsgarage waar ze mee hebben geïnvesteerd. Op allerlei plekken investeren ze. Die functie bestaat ook voor Haarlem, maar dan wordt die uitgeoefend door de provincie Noord-Holland. Ja. Maar in MRA-verband, dat is dan het goede nieuws van Gerrit, maar dat gaat hij vast ontdekken als hij over een week wat verder is met zijn carrière daar, is dat we in de MRA wel met elkaar samenwerken, ook met Haarlem. En dat ook in MRA-verband over fietsen wordt nagedacht. Want ik had het natuurlijk net over die middellange afstanden. Ja. En dat belangrijker kan worden met elektrische ondersteuning van de fiets. Ja. En we hebben dus echt een apart project binnen de MRA met de Metropoolregio. Waarin alle fietsverbindingen ook met elkaar verbeterd wordt. Waar ook in geïnvesteerd wordt het komend jaar en het jaar daarna. Om met een aantal belangrijke kernverbindingen, bijvoorbeeld ook tussen Haarlem en Amsterdam, met de fiets veel beter te maken. Mooi. Ik heb nog een tweede vraag en dat is van Peter. En hij heeft het over zijn fietsblog die er begonnen is een paar maanden geleden. Nou, dat is ook een heel mooi corona-project. Fietsinfo 2.0, denk ik dat ik het goed uitspreek als ik hem zo lees. Maar er is vast een verbinding naar fietsinfo 020. Ja, en ik weet eigenlijk niet of dat .nl is op manier dat als je dat aan ons toestuurt, dan zorgen wij dat daar ook even de link gelegd wordt. Dat is natuurlijk leuk om te delen met het publiek. Maar hij vraagt, er waren vier partijen geselecteerd voor het deelfietsplan. Dat ligt stil voor corona. Gaat dat deelfietsplan nog door? Ik weet niet over welk deelfietsplan het heeft, maar misschien weet jij dat wel. Ja, dat dat klopt. We hebben natuurlijk een beetje. We doen aan Amsterdam veel aan deelmobiliteit. Ja. Dus dat je het voorbeeld van de wisselfiets, je deelt met elkaar vervoersmiddelen, zodat het totaal aantal vervoersmiddelen niet oneindig groot is en dat efficiënt gebruik en ook kostenbewust. Hè, want niet iedereen kan zich alles voor. Er is een vrij mislukt deelfietsproject geweest, dat ineens de hele stad vol met deelfietsen stond. Ja, dat waren al die losse fietsen die opeens in lantaarnpalen hingen. Dus daarvan hebben we heel veel geleerd als Amsterdam. Ja. Oké, zo willen we het niet. Maar we hebben dus heel gestructureerd gezegd, we willen misschien met een aantal partijen wel aan de slag om te kijken of we dat op een hele verstandige manier kunnen aanpakken. Aangepast op de Amsterdamse situatie. Maar inderdaad, in de coronatijd hebben we dat niet opgestart. Want dat is natuurlijk wellicht niet een heel goed moment om te doen. Maar daar gaan we zeker weer naar kijken. Dankjewel. Laten we naar de hele tafel gaan. Want we hebben vier enorme fietsexperts hier aan tafel. Vier mensen met voorliefde. Nou, vijf als je mezelf. Ik fiets ook erg graag, maar in ieder geval jullie zeker. Lucas, je bent van de Dutch Cycling Embassy. Maud, je bent van Bikes, een initiatiefnemer van internationale netwerk van fietsburgemeesters. Ja. Ook hier in Amsterdam, maar ook in volgens mij ook Calcutta, maar in ieder geval Madrid, Barcelona, Bombay. Ik heb laatst hier in een programma voor de zomer hebben de fietsburgemeester uit Mexico. Niet uit Mexico. In ieder geval een andere fietsburgemeester gehad, ergens in Afrika. Dus het is een enorm netwerk. Daar gaan we het zo over hebben. Dankjewel. En jij bent van de Fietsersbond. Klopt. En Fietsersbond is, jullie hebben het, of tenminste jullie grote voorvechter Marjolein de Lange heeft bij ons ook een keer haar boek gepresenteerd, Fietsstad Amsterdam. Prachtig boek. Prachtig boek, wat eigenlijk jullie geschiedenis prachtig uitlegt. Klopt. En begint bij Amsterdam, echt de grote megalonale plannen om de halve stad te slopen en overal enorme wolkrabbers te maken en brede avenues. Ja. Ja, nee, echt. Je kan het je niet voorstellen dat in 1974 er gewoon een plan lag van de gemeente Amsterdam, waarin het ultieme doel was om fietsers uit het verkeerssysteem te drukken. Ja. Want ze werden maar als lastig gezien. Dat leidde natuurlijk tot activisme en protesten. Ik heb ook een schitterende foto erover meegenomen. Dat het hele museumplein vol ligt met mensen. Ja, laten we die nu inderdaad in beeld komen. Ik vind het dus echt een briljante foto. Ja, voor de mensen die de afgelopen 20 jaar geleden in Amsterdam waren, weten dat daar ooit de kortste snelweg van het land lag. Ja. En daaronder, daar ligt die onderdoorgang van het Rijksmuseum. Ja. En het is dankzij het ontwerp van een hele slimme fietsersbonder tegenover een ontzettend prestigieuze Spaanse architect. Ja. Dat die onderdoorgang. Nou, het leest gewoon als een roman, dat boek van Fred Veddes en Marjolein Lange. En ik vind het ook echt. Ik heb het van mijn voorganger ook als huiswerk meegekregen voordat ik 1 oktober moest beginnen. Kreeg ik een leeslijstje. En dit boek heb ik in mijn vakantie, natuurlijk gewoon maar in Nederland.
echt gewoon in één ruk uitgelezen. Ik vond het zo'n heerlijk boek om te lezen. Ja, fantastisch. Ja. Maar jullie hebben daar als gewoon bredere beweging natuurlijk... De burgerbeweging zit in de genen in Amsterdam. Daar zijn wij als Pakhuis en Zwager overigens ook een element van. Ja. Daar ben ik trots op. Maar dan hebben jullie een belangrijke rol gespeeld... met eigenlijk tegenhoud van die gigantische plannen. Ja. En dat hebben ze heel slim gedaan toen ook. Door gewoon mee te gaan schrijven en eigenlijk een eigen fietsvisie neer te leggen bij de gemeente. En die is toen vervolgens gewoon ook overgenomen. Eigenlijk gewoon, nou, ik geloof voor 100%. Het is een enorme kanteling geweest in het denken. Nou, toen liep Amsterdam, begon daar vrij vroeg mee. En, nou ja, en de rest van Nederland tot in de jaren 80 hadden... Nou ja, hoe heette die uit Haarlem? Die is fietsambtenaar. Nou, die bestonden begin jaren 90 niet eens in Nederland. Nee. En de fietsen, ik ga ook, dat vind ik leuk aan COVID. Het enige wat ik er leuk aan vind, is dat ik iedere maandagavond 1 of 2 afdelingen kan spreken in het hele land zonder dat ik reistijd heb. Afdelingen van Fietsersbond. Van onze Fietsersbond. En we hebben er meer dan 150. En ik spreek dan mensen die dan ook, vooral in kleinere gemeentes, waar een ambtenaar soms en riool en groen en de fiets moet doen. Zeg ze, ja, ze bellen ons voor adviezen op het ontwerpen van de bureaus. Want wij weten gewoon meer van de fiets. Dan de lokale ambtenaar. Dus ze krijgen soms ook een etentje van de gemeente... omdat ze zo goed werk doen. Laten we nog een paar extra foto's kijken. Want je hebt een paar dingen meegestuurd. Ja, we hebben ons natuurlijk wel ontwikkeld. Nou, deze komt uit de Hendrik van Vianderstraat. Ik woon zelf in Amersfoort. Die laat zien wat... Nou ja, dit is de ultieme natuurlijk. De klassieke Fietsersbond post uit 1978. Ja. Wat de fiets doet. En dat was een enorme rotstraat. Die is pas tot fietsstraat ingericht. Dus de cirkel is wat dat betreft wel rond. En we weer vanaf het begin. Ja. En deze mooie foto. Ja, kijk, wij zijn natuurlijk wel... we bestonden vorig jaar 45 jaar. Door corona konden we er geen feestje van maken. We starten volgend jaar het programma 50 jaar Fietsersbond. En ook die beleving die jij net vertelde. Hè, Amsterdam heeft trouwens heel goed onderzoek daar ook over gedaan... ik werkte ooit in Almere. Daar verloren we fietsstadverkiezing net op het onderwerp beleving. Omdat je in Almere de ultieme ontwerpen voor fietsen hebt uit het boekje. Alleen wordt er heel weinig gefietst. Omdat je daar die beleving niet hebt zoals die in Amsterdam of naar Zwolle won toen. Heel flauw, Ed Anker die ging van Almere naar Zwolle. En hij mocht daar de prijs ophalen die hij in Almere had verloren. Dus dat was wel zuur. Maar die beleving, nou ja, en we zijn ook wel van één fiets... wat vroeger de Oekfiets hier werd genoemd... en nog steeds in de afdeling Amsterdam op eigen kracht. Op eigen kracht, ja, precies. Ja, is wel mooi. Ik vind hem ook binnen de 7 kilometer... moet iedereen ook het liefst op eigen kracht. Maar nou ja, er kan je ook iets overkomen... dat je als jonge vrouw in een driewieler zit... of nou ja, die cycloonjongens in alle andere bedrijven... we zijn nu bezig ook met het proces, we noemen ze de nieuwe aansluiters. Ja. Dat de Fietsersbond ook wel ook van speedpedelekkers is... en ook van fietscouriers. Want wij zijn echt van iedereen die fietst met of zonder trapondersteuning. Want nou ja, de helft van de fietsen die nu verkocht worden is ook gewoon een e-bike. En dat kan echt, nou ja, op MRA-schaal hè, kan dat natuurlijk wel echt... Hebben we natuurlijk liever dat mensen met de fiets gaan... 16 kilometer naar Almere Poort en naar Haarlem... dan dat ze met de auto naar de stad komen. Dus dankjewel. Wat dat betreft vind ik dat echt wel een kans... voor een schaalsprong fiets in Nederland. Leuk, dank. Fijn dat je bent. We gaan ook naar Lucas. Jij bent van de Dutch Cycling Embassy. Klopt. Wat is de Dutch Cycling Embassy? Dutch Cycling Embassy, nou misschien sluit ook helemaal aan op de foto van Esther... die net gezien werd van het Museumplein. En we beseffen, Nederland is eigenlijk een fietsparadijs geworden. En we beseffen niet dat het decennia geleden dat het totaal anders was. Dus we hebben eigenlijk een waanzinnige uitgangssituatie. Het kan nog beter. En de initiatieven zoals dat ABC City, dat helpen daar enorm bij. Maar we zitten eigenlijk in een soort fietsparadijs. We hebben goud in handen. En wat Dutch Cycling Embassy doet, een stichting, een publiek-privaat netwerk. Wij brengen eigenlijk alle kennis, kunde en producten... die we de afgelopen decennia hebben ontwikkeld... en waar we ook echt trots op kunnen zijn als Nederland, Fietsland... die brengen we naar het buitenland. En Pascal in zijn filmpje die verwees daar ook al even naar. Hè, in het buitenland raak je soms helemaal in de stress... als je daar op de fiets zit, levensgevaarlijke situaties. Soms worden er fietsstrookjes aangelegd van niks naar nergens... en dan kom je op een kruispunt en dan gaan die ogen inderdaad alle kanten op. Dat zou je met dat gaze tracking denk ik heel goed zien. Dus er valt nog enorm veel te verbeteren in het buitenland. En wij hebben in Nederland die kennis en ervaring opgedaan de afgelopen decennia. En de Dutch Cycling Embassy eigenlijk... als stichting, als representant van al die 80, bijna 80 organisaties... die brengen die kennis en kunde naar het buitenland. Dus ook echt bijna onze kennis als een soort van exportproduct. Exact, ja.
Wat ik het grappige vond, wat Pascal dus ook zei, is... hij legde de vergelijking tussen... tussen Amsterdammers en vissen. Want hij zei, een vis heeft geen verstand van water. En Amsterdammers hebben geen verstand van fietsen. Want ja, we doen het te veel. Het is allemaal om ons heen. Maar dat is het heel erg, dat we dus niet bewust zijn van hoeveel we daarvan weten en hoeveel we informatie hebben. En dat delen jullie dus met de rest van de wereld. Ja, precies. Ja, ja, dat is het echt een hele mooie metafoor, hè, die vissen komen. Een andere metafoor die ik ook heel mooi, die komt ook van Pascal trouwens, is de schatkamer. Ja. Dus de Nederland als treasure trove, of misschien wel Amsterdam, hè, als een soort schatkamer. Beseffen eigenlijk helemaal niet dat we in een soort schatkamer rondlopen. Er liggen echt fantastische producten in die schatkamer. Wat er hier gebeurt en aan innovaties en ook in het innovatielab allemaal naar voren kan komen, dat is weer goud voor ons eigenlijk om naar het buitenland te brengen. Dus we hebben al een enorme voorsprong, dat moeten we ook vasthouden. En daar werkt dit initiatief denk ik ook heel goed bij. En daarmee kunnen wij als Dutch Cycling Embassy met alle partners in ons netwerk ook weer van profiteren om die kennis en kunde op een nog betere wijze naar het buitenland te brengen. En het voorsprong die we ook hebben in Nederland ook te behouden. Wil je een plaatje laten zien? Nou, er waren een aantal plaatjes. Er is een plaatje die laat zien hoe het nu zit. Kijk, dit is een overzicht eigenlijk van ons netwerk, publieke partners, knowledge institutes, private partners en civil organizations. Van fietspsychologie tot fietsparkeren en van consultants tot kennisinstituten. Het is heel breed en heel gevarieerd. Ja. Misschien het volgende plaatje wat hierna komt, is misschien interessant om te zien. Hè? De coronacrisis heeft natuurlijk enorme verandering gebracht in steden, overal in de wereld. Het is een beetje een gekke situatie, want normaal gaan we zelf ook naar het buitenland met al onze partners, organiseren workshops. Dat kan nu allemaal niet, maar de vragen die op ons afkomen, die zijn groter dan ooit tevoren. Overal worden van die pop-up bike lanes aangelegd. En wij weten hoe we eigenlijk van dat pop-up naar permanent kunnen bewegen. Want we hebben in Nederland natuurlijk die enorme transformatie doorlopen. Weliswaar in 40, 50 jaar. En de uitdagingen nu in steden wereld om dat heel snel te doen. Maar wij hebben eigenlijk alle fouten in het verleden, wij spreken, al gemaakt. En we zijn heel gepokt en gemazeld om die kennis op een fantastische manier naar het buitenland te brengen. Dus uitdagingen zijn eigenlijk, en het momentum is daar, en uitdagingen zijn groter dan ooit om eigenlijk Nederland, fietsland op een fantastische wijze naar het buitenland te brengen. Mooi. En Maud, jij doet op een andere manier. Ja, heel grappig. Burgemeesters hebben een mooie kaart waar ze allemaal zitten. En dat is echt redelijk impressive. Misschien dat we een fullscreen kunnen kijken, want dan kan je hem ook met de foto's zien wie daar zit. Ja, volgens mij was vorig jaar Amanda uit Kampala hier. Kan dat? Dat was hem. Ja. Zij was het. Fantastisch. Ik was zo blij dat ze er was. Ja. En het interessante wat zij vertelde is hoe je dus in de stad waar echt alles auto is en fietsen is echt parallel met armoede. En opeens kon ze dus met haar mensen praten, met haar overheid daar praten over fietsen vanwege corona. Ja, en het is enorm. Hè? Oeganda als land heeft zo enorm geïnvesteerd door COVID in fietsinfrastructuur. En vorige week sprak ik de Lord Mayor van Kampala nog. En dat is heel leuk, want die zei tegen mij, help, ik moet aan die fietscultuur werken. Want als ik nu niet zorg dat mensen ook die infrastructuur gaan gebruiken, en wij noemen dat human infrastructure, dan is het straks weer weg. Dus we moeten nu aan de slag. En dat is heel mooi, dat zie je eigenlijk over de hele wereld, waar ze nu eerst heel snel pop-up bike lanes hebben gebouwd. Ja, zijn ze nu ook echt op zoek naar dingen die wij inderdaad in Amsterdam weten. Hè? Die echte fietscultuur, die echte fietsstimulering, gedragsverandering. Al die zachte kant hebben ze nu heel hard nodig. Mooi. Ja, dit is eigenlijk een drie kwartier warm bad van mooie initiatieven waar wij mee bezig zijn in Amsterdam en in Nederland. En hoe we mensen naar binnen halen. Maar dan is eigenlijk de belangrijke vraag, waarom doen we dat eigenlijk? Dus wat is het doel? Waarom zou je inzetten op de fiets? Waarom, eigenlijk jullie allemaal, waarom doen we dit? Nou, dat stond, ik heb ter voorbereiding jullie ontwerp omgevingsvisie gelezen. En twee weken geleden stond er ook een hele mooi artikel in de krant met jouw collega Marjolein Moorman en de nieuwe Rijksadviseur voor de Leefomgeving. Marjolein Moorman is de wethouder. Ja. Met Wouter Veldhuis, de nieuwe Rijksadviseur. En die vertelde dus ook echt van, nou, jullie concept ontwerpvisie omgevingsvisie heet een menselijke metropool. Ja. Nou, we hebben natuurlijk, onze kinderen kunnen geen woning vinden, niet krijgen. Niet, we moeten die 100.000 woningen bijbouwen. Ik heb zelf in de programmaraad voor samenbouw en bereikbaarheid als directeur gezeten. En je ziet de eerste resultaten gaan over de metro en over de A10. En dan is mijn reflectie dus van, hallo, ik ben nu van de Fietsersbond. Waar is die fiets? Ja, dat zijn quick wins. En dan zeg ik, hou daarmee op, want die zijn er niet meer. 60% van de mensen
die er al wonen binnen de ring, fietsen al. En als we er 100.000 woningen bij gaan maken, dan zijn die quickwinsten voor de fiets niet. En ik denk dat als we een menselijke metropool willen, dan is dat dus met voorzieningen op loop- en fietsafstand, waar je elkaar kan ontmoeten, ja, waar je gezonde actieve mobiliteit hebt, hè, waar iedereen een fiets heeft, waar iedereen kan lopen naar de winkel, elkaar kan ontmoeten. En ja, eigenlijk is die goede oude fiets, die we gewoon niet meer zien, hè? Dus net als een vis in het water, hè? Hij zit als een vis in het ecosysteem. Nou, in Amsterdam en in Nederland is de fiets er ook in zijn ecosysteem. Maar het zit wel aan zijn grenzen. Dat er nu de commissie De Hoog een mooie fietsbrug over de IJ, hè, de sprong over het IJ wil maken, is natuurlijk fantastisch. Ik heb die brief met liefde ondertekend. Maar ik denk, hij had natuurlijk al lang moeten liggen. Wat zijn we nou? Wat is dit nou, hè? Alle hulde dat hij er komt. Hè? Maar ik denk dat die fiets echt gewoon zo'n no-brainer is in je stedelijke ontwikkeling. Dus het is meer dan mobiliteitsbeleid. Het is ook gewoon goede ruimtelijke ordening. Ja. En het is goedkoop, dus het is natuurlijk ook gewoon fijn. Je hoeft geen exploitatiesubsidies. Maar wat is dan die menselijke metropool? Want je hebt het inderdaad dichtbij, prettig. Ja. Kunnen we hem definiëren? Verder definiëren? Misschien hebben jullie daar. Hoe definieer je dat? Nou, wat een onderdeel is van menselijke metropool, ik denk dat jij dat ook wel zegt, is dat je niet met alles bijvoorbeeld op het centrum van Amsterdam focust en op een paar, hè, maar dat je zegt de metropoolregio, maar ook de stad Amsterdam bestaat uit meerdere kernen. We gaan ontzettend investeren in het Buikslotermeerplein in Noord en in het Osdorpplein in Osdorp. En ook in Zuidoost wordt ongelooflijk veel energie gestoken. En als daar ook de voorzieningen zijn, dus dat je niet al voor de bioscoop niet naar het centrum hoeft, dat hij ook in Noord aanwezig is, of andere culturele voorzieningen, of voorzieningen waar je elkaar wil ontmoeten, dan wordt het ook veel makkelijker en logisch om de fiets te pakken om er naartoe te gaan. En dan creëer je dus, ondanks dat het een grote stad wordt die naar 1 miljoen inwoners gaat, creëer je wel een stad die ook de menselijke maat heeft en waar mensen zich ook prettig voelen. Ik denk dat het woord ook is verbinding. Ja. Dus uiteindelijk is dat wat je hebt als je op de fiets zit. Je voelt je verbonden met je omgeving, hè, en andersom. Maar op zoveel punten scoort de fiets. En heel vaak denken we altijd meteen aan mobiliteit als we aan de fiets denken. Maar dat gaat natuurlijk over veel, veel meer thema's dan alleen dat. Als je kijkt naar de SDGs, de Social Development Goals. Ja. Sustainable Development Goals heet ze trouwens. Maar dat zijn 14 van de 17 goals. Doet de fiets iets mee? Dat is enorm. En Amsterdam heeft 50 jaar backtested data over wat de fiets ons gebracht heeft. En ik denk dat we zelf niet eens goed weten, de investeringen die we als stad hebben kunnen doen in onderwijs, in een heleboel andere dingen, de opbrengsten, geluid, luchtvervuiling, maar gewoon ook intermenselijk. Dat zou ik best wel eens willen onderzoeken. Ik denk dat dat echt immens is. Ja. En dus de fiets niet als doel, maar als middel. Ja, dat is het inderdaad helemaal mee eens. Je ziet dat de fiets kan eigenlijk een soort multiplier zijn. Inderdaad, echt niet als middel, maar of niet als doel, maar als inderdaad als middel. Een enorme transformatieve kracht, inderdaad, die kan brengen. Niet alleen in Amsterdam, maar in alle steden in heel de wereld. Als dat zaadje wordt geplant, dan kunnen er echt grootse veranderingen gaan op gezondheid, op klimaatverandering, op al die fronten. Een socialere stad, een leefbaarder stad, een veel aantrekkelijker stad. Dat is echt waanzinnig. En als je dat in geld uit zou kunnen drukken, of een soort maatschappelijke toegevoegde waarde, dat is echt gigantisch. Dus de centrale vraag van dit programma, hoe verdelen we schaarse ruimte in ons land en wie bepaalt welk plan voorrang heeft? Als we dit grote klus op willen lossen, dan is de fiets daar een heel belangrijk puzzelstuk in. Dat is eigenlijk wat jullie alle vier zeggen. Absoluut. Ja. Okay. Hoe voor jullie twee trouwens, hoe kijken jullie naar dit, naar Amsterdam Bike City, van deze initiatieven? Ja, wat ik net al noemde, sowieso is het heel bijzonder dat dit initiatief wordt genomen. Ik vind het ook een heel goed initiatief. Ik noemde net even de metafoor van de schatkamer. Zo zie ik het ook echt. Het is echt waanzinnig wat je dus met allerlei innovatieachtige zaken kan naar voren kan brengen. En de stad daar aan zich verder mee helpen. Hè? Dus de schatkamer zelf nog verder uitdiepen en nog groter maken. Maar dat ook voor ons vanuit de optiek van de Dutch Cycling Embassy kunnen wij dat weer gebruiken om dat op een prachtige manier naar het buitenland te brengen. Onder andere via dat Handshake-project, wat je ook al eerder noemde. Dat is een fantastisch samenwerkingsproject waarin de stad Amsterdam ook andere steden weer kan inspireren. Ja. Nou, de Cycling Embassy is daar ook onderdeel van. En het is waanzinnig om te zien wat daar gebeurt. En als je als Amsterdam dus nog een stapje verder zet, met alle innovaties en alle kennisuitwisselingen die er kunnen plaatsvinden in dit programma, kan dat nog beter helpen om ook die andere steden een setje vooruit te geven.
Mooi. En Maat, is dat ook bij jullie? Want is eigenlijk de fietsburgemeesterprogramma, is dat ook een soort van Amsterdam is mentor voor Kampala? Nee, maar niet per se. Hè. We hebben een hele goede fietsburgemeester in Amsterdam, Catharina Boerma. Zeker. Weet je, en die is heel actief ook binnen het fietsburgemeesternetwerk. En je ziet ook wel dat er veel vraag is aan haar, bijvoorbeeld voor kennis hier uit de stad. Maar het is natuurlijk ook heel, als je bijvoorbeeld naar Mexico City en Bangalore kijkt, dan zijn dat twee steden die je best goed met elkaar kunt vergelijken. Dus die zouden eerder samen kunnen optrekken misschien dan Amsterdam. Maar Amsterdam heeft natuurlijk wel weer een hele erg inspirerende functie daar. En dus met de platform kennis delen is denk ik heel erg belangrijk. En wat ik zelf heel graag zou willen zien, en daar wil ik de stad ook graag challengen, is dat leiderschap laten zien. En we hebben daar nu een mooi platform mee met de Green Deal Fiets in de MRA. Wat is dat, de Green Deal Fiets? Eigenlijk de VERA en de MRA wilden graag eens kijken met kennisinstellingen, bedrijven en overheden naar wat we met elkaar kunnen doen. We hebben nu 4 thema's en 4 projecten neergelegd. En we willen eigenlijk daarmee zorgen dat we hier markt gaan vergroten, maar ook naar het buitenland kunnen gaan om de positie die Amsterdam en de regio al hebben in het buitenland. Eigenlijk een beetje hetzelfde wat Amsterdam Bike City doet met kennis delen. Is eigenlijk dat we als markt en als kennisinstellingen, dat we echt dat leiderschap gaan onderstrepen in het buitenland. Ik denk dat dat heel goed is. Dat een mooi initiatief is. Ja. Ik denk dat niemand het ook meer alleen kan. Nee. In deze tijd. Nee, absoluut niet. Iedereen heeft gewoon een beetje, iedereen brengt wat mee. Ja. En de ene doet dat wat meer buiten de lijntjes kleurend, en de ander die pakt een boekje met de ontwerprichtlijnen. Soms zit ons dat ook in de weg. Hè? Een beetje wet van de remmende voorsprong. Ja. Ik heb ooit bij DAV gewerkt en dan werkte dat heel graag in België. Want als je een idee had, dan legden ze het al op straat neer. En als het werkte, lieten ze het staan. En als het niet werkte, dat zie je nu ook met al die pop-up bike lanes. Dat mag in Nederland ook wel weer eens terug. Gewoon iets meer vrije experimenteerruimte en denkruimte en creatieve ruimte. Van, nou ja, laten we het eens proberen. Maar dat is ook wel. Dat mag ook wel weer eens. We hebben in het najaar het programma in dezezelfde serie, dat heette 15 minuten Nederland. En daar was Geert Kloppenburg die twee filmpjes zien van hoe het was om inderdaad door Berlijn en nu door Parijs te fietsen. Door vreselijke autotunnels langs de Seine, wat nu gewoon een fietspad is. Dat is echt fantastisch. Ik heb nog een vraag van Jos, ook weer Nia Egbert. De wisselfiets is een succes, dus er zit een slash tussen. Dus is een succes. Komen er nu vooral op. Komen er nu vooral op of meer stationsstallingen wisselfietsen? Die zin snap ik niet. Komen er meer wisselfietsen op stations, denk ik dat hij bedoelt? Ja, als dit experiment loopt volgens mij nog, gaan we evalueren. Maar als het echt een groot succes is, dan zie ik dat wel voor me. Want het is natuurlijk net als met deelauto's en BlaBlaCar. Eerst denk je van, ja, BlaBlaCar, gaan we dat wel doen? En dan blijkt toch dat er echt een markt voor is. Dat mensen, als mijn fiets daar de hele dag staat, omdat ik als forens naar mijn werk ben gegaan, iemand anders kan hem gebruiken. Ja, je hebt natuurlijk het voordeel mee. En sta je weer het station, zijn alle OV-fietsen weer op. En dan zijn er dus alternatieven. En dat is die en dat ook wat burgers samen kunnen betekenen. Ik denk dat ook wat jij wil zeggen. Ja. Laat het initiatief ook aan burgers. En laat mensen ook meer voor zichzelf de kansen pakken. Ja. Daar moeten we echt als stad ook nog beter in worden. Mooi. Ik ben heel benieuwd hoe we dat dan gaan doen. De laatste punt wat ik met jullie wil bespreken is, hoe gaan we. Welke projecten kunnen we nog verder opzetten om inderdaad die informatie op te halen uit het buitenland en verder te delen? En innovatie. Misschien hebben we nog wat dingen overgeslagen. Wil je nog iets? Ik wil eigenlijk aan jullie de tafel geven. Wil je nog iets delen? Hebben we nog iets over het hoofd gezien? Esther zei net iets heel leuks. En dat zou misschien nog een leuke toevoeging zijn op het platform. Maar dat is dat wij meer moeten experimenteren. Maar ik vind het ook heel leuk om te leren uit Afrika en uit India en de dingen die daar gebeuren. Ja. En ik denk dat wij ook heel veel terug kunnen leren. Ja, Egbert, jij zei het in het begin ook al. En ik zou willen kijken of er op Amsterdam Bike Platform ook een ruimte is voor mensen om andersom, zeg maar. Om die ideeën ergens te kunnen delen en te kunnen kijken van, goh, wat betekent dat? Hè? Wat in de ene stad iets oplevert, wat betekent dat hier in Amsterdam bijvoorbeeld? Of we zullen ze meteen op de website die link zetten. Ja. Maar Amsterdam Bike City heeft expliciet die ruimte. Dus super. Op het platform kan dat allemaal gedeeld niet, worden. Nog niet de tijd gehad om het goed te bekijken. Maar, dus dat komt ook omdat hij nu gelanceerd wordt. Ja. Ja, dus je hebt ook echt de tijd niet gehad, want je zit hier op tafel. Ja. En mensen weten echt veel. Ik bedoel,
ik gebruik wel eens in een presentatie over het vak mobiliteit één foto van Johan Cruijff. Hè, als ik colleges informeer, dan zeg ik, nou jongens, succes in mijn wereld. Van zijn vak heeft de helft van Nederland verstand, maar van ons vak heeft iedereen verstand. En ja, je bent ook nog eens met een andere blik dan wanneer je fietser of loper of ouder die zijn kinderschool brengt en die is 's avonds misschien een wielrenner. En dan kijkt hij weer anders naar iemand die het fietspad niet goed gebruikt. Wij zijn nu bezig, bijvoorbeeld met Marco de Brummelstoet, zitten we in een project samen op het fietspad. Ja. Hij gaat ook onderzoek naar doen, die gedragskenmerken. Daar staan wij als Fietsersbond ook steeds meer bij stil. We hadden nu de meefietslijn voor vrouwen die bang zijn in het donker. Zodat sociale veiligheid. Wat ik eigenlijk... Nou ja, ik ben natuurlijk 25 jaar lang gemeenteambtenaar geweest. En wat ik het allerleukste vond aan plannen maken in de gemeente is dat als je gaat participeren met mensen en inwoners en fietsers... Ja. Mensen hebben gewoon echt hele goede ideeën, omdat ze nou eenmaal iedere dag op de fiets zitten en ze weten waar... een paaltje is altijd vervelend, dat is weer flauw om daarover te beginnen, maar of ze hebben een idee over herindeling van hun buitenruimte. En ja, ik vind echt, mensen hebben echt van hun eigen omgeving heel veel verstand. En dan kunnen ze echt met hele goede ideeën komen. Dankjewel. Esther van Garderen, Lucas Harms. Je wil nog iets zeggen? Nou, ik wil er aansluiten. Het is fantastisch. Mensen kunnen ook van elkaar leren, maar ook steden inderdaad die van elkaar kunnen leren. Ja. Dat is denk ik waanzinnig goed om te onderstrepen. Misschien is het leuk om in dit verband nog even te zeggen dat op 1 juni ook in Amsterdam, ook Pakhuis de Zwijger, Celebrating Cycling Cities, dus het vieren van fietssteden gaan hosten. Waarin we dus een kennisuitwisseling tussen Europese steden centraal zal staan. En misschien om nog even de quote van Frans Timmermans te parafraseren in dit verband. De fiets heeft een romantisch verleden, maar echt een glorieuze toekomst. Ja. Binnen Amsterdam, maar denk ik in heel Nederland en in de wereld. Dus laten we dat vieren. En op 1 juni is daar een prachtige sessie ook over. Dat wilde ik eigenlijk nog even noemen. Ja, super, hartstikke mooi. Dat gaan we ook verder delen. Dank je wel daarvoor. En Maud Vries, ook heel erg bedankt dat je hier vanavond was. Graag gedaan, leuk. Ik heb nog wel één vraag voor jou uit het publiek. En dat is namelijk, er is een junior fietsburgemeester... Ja, Lucas. Komt hij ook in elke stad waar een fietsburgemeester nu is? Niet per se hebben we junior fietsburgemeesters in alle steden waar ook grote fietsburgemeesters zijn. Het klinkt een beetje stom, want onze junior fietsburgemeester was voorheen een stuk jonger dan hij nu is. Dus we kijken nu vooral naar de middelbare scholieren. Ja. Lucas Boer uit Nieuw-West is 17. Dus die is echt wel wat ouder. Dan maar, de vorige die uit groep 8 was, geloof ik. Vorige keer was hij uit groep 8, Armin. Maar die kwam ook met fantastische ideeën. We hebben dit jaar een hele leuke fietsheld, Cato, die is 10. Dus we proberen wel al die leeftijden te pakken en wereldwijd wel ook steeds meer junior fietsburgemeesters te krijgen. Dankjewel. En Egbert, jij bedankt dat je hier was vanavond. Graag. Altijd een feest om jij te hebben en dat je ook weer hier zo vaak bij ons terugkomt. Er zijn heel veel dingen waar we met je over door willen praten. Programma Autoluw, wat natuurlijk dit college al een hele tijd geleden op de rit heeft gezet. Kaders en Bruggen. Zou jij de knip op de Wieboudstraat of het Weesperstraat? De knip op de Munt. Allerlei experimenten die door de hele stad plaatsvinden. Snelheid van 30 km per uur. Allemaal gesprekken die nog te voeren zijn. Ja, en allemaal samenhangend met wat jij net zei. De menselijke maat. Metropool op de menselijke maat. Ja. Dat het voor iedereen nog te volgen is. En voor iedereen veilig en prettig is om in de stad te bewegen. Fijn dat je hier vanavond was en fijn dat je daarover wilde vertellen. En hopelijk kom je hier nog vaak om al die andere gesprekken ook met de stad te voeren. Ja. Dankjewel voor vanavond. En jullie bedankt voor het kijken. En ik ga even die afscheid nemen, maar niet voordat ik een paar dingen wil laten zien. We hebben dus vandaag de nieuwe website gelanceerd. En het leuke aan die nieuwe website is dat daar nu dossiers in zitten. En de dossiers is een soort van pagina waar je doorheen kan scrollen. Zoals het dossier van Ruimte, Ruimte, Ruimte. Daar staan alle afleveringen in, gegroepeerd op thema. Met interessante mensen, interessante artikelen. En dat dossier leeft. Maak daar gebruik van. Dat is een makkelijke manier om allemaal interessante gesprekken terug te zien. Met Marco de Brommelstoet, bijvoorbeeld een gesprek van de UvA. Maar ook met de Rijksbouwmeester Floris Alkemade komt erin terug. Of inderdaad de verschillende Rijksadviseurs over hoe ze daar naar kijken. We hebben het daar over landbouw, we hebben het daar over woningbouw. We hebben het daar over eigenlijk van alles. Wat komt kijken bij die verdeling van de ruimtevraag? Allemaal gratis toegankelijk. Allemaal gratis terug te kijken, want de democratie, daar mag je geen prijskaartje op leggen. We hebben ook nog andere programma's die er aankomen. Morgenavond spreek ik op dezezelfde plek om 6:30 met de studenten die naar Chili wilden zeilen voor die klimaattop een paar jaar geleden. Die ging toen naar Madrid, maar zij zaten al op de boot. Dus konden niet op tijd in Madrid zijn.
Heel leuke film is erover gemaakt. Kan je nu al kijken op de website. Morgen spreken we hem na. En kunnen we daar met een aantal van die studenten gaan we daarover doorpraten. Ook later nog aan een paar andere gesprekken. En volgende week hebben we in Ruimte. Kijken we naar de datacenters. En wat dat nou doet met onze ruimtevraag. Heel erg bedankt voor het kijken. En graag tot de volgende keer. Tot ziens. Dag.